Het is een gekke week, want met nog een wedstrijd op donderdag en een wedstrijd op zondag te gaan, is het einde van het seizoen 2021 in zicht. Ja, dat is heel snel gegaan, het seizoen. En we zijn alweer dicht tegen het einde aan, dus ja, vakantie om de hoek. Ja, vakantie om de hoek, maar je moet nog wel twee keer aan de bak. Ja, twee keer 90 minuten en dan kijken waar we eindigen. We gaan voor de tweede plek, dus ligt niet in onze handen. Als wij onze wedstrijden winnen, dan moeten we hopen dat PSV punten laat liggen. Donderdag speelt AZ tegen Groningen en in die wedstrijd ontbreken nogal wat verdedigers. Hatzidiakos is al langer geblesseerd, Leeuwin is na zijn rode kaart voor één wedstrijd geschorst. En ook de vaste collega-verdediger Timo Letschert kan vanwege een blessure waarschijnlijk niet in actie komen. Maakt dat het anders voor jou of moeilijker voor jou? Ja, je hebt wel specifieke kwaliteiten van de jongens die wegvallen. Wat nu zeg maar moet worden ingevuld door andere jongens. En dat is niet lekker voor geen enkel de ploeg. En, maar ja, je moet reageren en dat gaan we doen. Dus dat moet wel goed komen. De verhuurperiode van Indy komt na dit seizoen ten einde. En binnengewerkt? Nee. Ja, nu wel binnengewerkt door Bruno Martins Indy van dichtbij. Maar misschien keert de verdediger volgend seizoen wel weer terug bij AZ. Hoe het nu voor staat, ben ik gewoon keihard aan het vechten voor de laatste 6 punten. En daarna zien we wel, daarna ga ik gewoon terug naar Stoke City en dan zie ik wat er op mijn pad komt. Van dichtbij geen Hatzidiakos, maar wel uiteindelijk Martins Indy. Maar stel dat AZ het zou willen dan? Nee, we hebben wel even met elkaar gesproken en van beide partijen goede vertrouwen uitgesproken. In termen van dat we allebei wel open zouden staan. Alleen dan heb je nog andere kwesties die meespelen. En daar heb je altijd 3 partijen bij nodig. En dat laat nog op zich wachten.